In deze video bespreken we het lichamelijk onderzoek van de longen. Dit beoordeel je volgens de drie E's, namelijk effort, efficiency en effect. Bij effort kijk je naar de ademarbeid. Dit beoordeel je op basis van de ademhalingsfrequentie, intrekkingen, neusvleugelen en bijkomende geluiden, zoals kreunen of een stridoor. Vervolgens kijk je hoe efficient deze effort is door de saturatie te meten en de longen te ausculteren. Bij auscultatie let je op verschillende longgeluiden zoals crepitaties, ronchi, stridor en piepen. Crepitaties kunnen passen bij een pneumonie en worden veroorzaakt door het opengaan van gecollabeerde kleine bronchiën. Ronchi zijn grove longgeluiden door obstructie van bronchioli of hogere luchtwegen door slijm. Een inspiratoire stridor is hoorbaar bij een obstructie van de bovenste luchtwegen. Piepen of wheezing is het geluid veroorzaakt door vernauwing van de lagere luchtwegen, door spiercontractie of slijmstase, wat kan passen bij astma. Bij een ernstige astmapresentatie kan er sprake zijn van een silent chest. De lagere luchtwegen zijn dusdanig vernauwd waardoor het doorkomende ademgruis niet meer hoorbaar is. Als laatste beoordeel je het uiteindelijke effect op andere organen, zoals de hartfrequentie, het bewustzijn en de kleur van de huid. Zo was een bleke huid bij hypercapnie.